tijdens je eerste date een terrasje pakken, uit eten gaan of een dansje wagen. We kennen het allemaal wel, maar daten in een museum gebeurt misschien wat minder vaak. Toch werd dit deze week volop gedaan in Museum 2 Stromerland in Beneden-Leeuwen. Speeddaten in het museum. 2 Stromerland zet er speciaal hiervoor de deuren open. Toch zit het net even iets anders dan je zou denken. De datemiddag is namelijk niet bedoeld om de liefde van je leven te vinden, maar het museum wil op deze manier graag nieuwe vrijwilligers werven. Toch blijft ook dat wel een beetje spannend. Het is nu eigenlijk voor de eerste keer dat we dit doen. Ja, we hadden nagedacht en we hadden dit idee gehoord van Museum Kasteel Herne. Die doen dat ook. En we hadden gedacht van nou, dit is een andere manier. Misschien bereiken we daar toch meer mensen mee. We hebben wel vaker een keer in een nieuwsbrief gevraagd om nieuwe vrijwilligers. En daar toch geen respons op gekregen. Dus vandaar deze manier om het zo eens te proberen. Er werken nu zo'n 80 vrijwilligers in het museum die ook een belangrijke spil zijn. Er werken namelijk helemaal geen betaalde krachten. Nee, we bestaan volledig uit vrijwilligers en sinds een jaar hebben we 1 dag in de week een conservator die betaald wordt. Maar voor de rest zijn we allemaal vrijwilligers. De speeddates zijn een nieuwe manier van werven voor het museum. Maar tot nu toe kwamen de vrijwilligers vaak al op uiteenlopende manieren met 2 Stromerland in aanraking. Nou, we hebben ook een aantal mensen via Socium binnengekregen. En we staan nog wel op een site waar ook je een oproep kunt doen voor vrijwilligers. Maar ook wel vaak mond-op-mond reclame of kennissen van, zeg maar. Dus zo lukt het ook soms. Zelf is Van Wamel ook vrijwilliger en is ze vol lof over het werk. Het heeft zoveel verschillende aspecten. En je draait ook met z'n allen zeg maar een bedrijf. En dus je kunt op heel veel manieren je ei kwijt. Je bent zinvol bezig wat voldoening geeft. En museum vind ik zelf heel erg leuk. Dus regelmatig bezoek ik ook musea. En ja, het is toch wel heel bijzonder om vrijwilligerswerk te doen in een museum, vind ik.